Goedemorgen, dames en heren. Welkom op de locatiekeuring bij Stal de Mersken. Ook welkom namens mijn collega's vandaag, Jan Hellings en Manuel Gasseling. We hebben vandaag een 23-tal merries die we gaan keuren, waaronder 18 opnames en 5 merries voor graadverhoging. Afwezig zijn de nummers 1, 2, 5, 8, 9, 17, 21 en 23. De boer hiernaast is druk bezig om zijn gras van zijn land te halen. Dat kan wat storing geven in het geluid, maar ik hoop dat u het zo goed kunt volgen. We gaan beginnen met catalogus nummer 1 en we wensen u veel kijkplezier bij deze livestream. Dear people from abroad, a very warm welcome to this inspection at location in Siegerswoude, the Mersken Stables. We have 23 mares to judge today. 18 mares for acceptance in the studbook and 5 studbook mares for start decoration. There are a couple of horses absent, numbers 1, 2, 5, 8, 9, 17, 21 and 23. My colleague judges are Jan Hellings and Manuel Gasseling, and we hope you enjoy this live stream. We start with number 3.
Dan hierbij de uitslag van catalogus nummer 3, een 4-jarige Veulenboekmerrie. Een merrie die wat rasuitstraling betreft iets meer expressie in het hoofd zou mogen hebben. Meer neklengte en meer halslengte. Merrie die redelijk goede romprichting heeft, die iets sterker zou mogen in de bovenlijn. Kruisligging is voldoende. In zijaanzicht en vooraanzicht is het beenwerk correct gesteld. Voor iets week gekoot. De merrie waardeert zich op in beweging. In de stap sluit ze mooi aan. Toont een takmatige stap. Voldoende ruimte en lichaamsgebruik. In draf ook voldoende balans en zweefmoment. Zou erbij nog iets meer mogen doortreden. Deze merrie wordt vandaag opgenomen in het stamboek met een derde premie. The result of number 3. It's a 4-year-old full book mare. The breed expression, she could have more length in her neck. Also the pole could be longer. The head-to-neck connection is heavy. The conformation, she has a good direction of the body. Her top line could be stronger. The position of the croup is good. The stances of the legs are correct. The forelegs are a bit of the pastens of the forelegs are a bit weak. She has a very good walk, which is regular and has enough suppleness. In trot, she has balance, but she could place her hind leg more underneath the body. She is accepted in the stud book with a third premium. And the height at Widdes was 166. De stokmaat van nummer 3 was 1,66.
Dan hierbij de uitslag van catalogus nummer 4. Ook een 4-jarige veulenboekmerrie. Een merrie met zeer veel rasuitstraling. Een merrie met een heel fraai hoofd, een mooie halsvorm, veel behang. Een merrie die ook een sierlijke beleiding heeft. Wat bouw betreft zou de merrie iets meer lengte in het voorbeen mogen hebben. Ook de bovenlijn zou iets sterker mogen. Merrie die beschikt over droog beenwerk. De voorbeenstand, met name rechtsvoor, kan correcter. In stap toont de merrie kan overtuigende stappen. Ze toont wat ongelijkheid in de stap. In draf daarentegen toont de merrie veel souplesse. Een heel krachtig achterbeengebruik. Achterbeen wordt goed gevouwen en goed onder de massa geplaatst met voldoende snelheid. Ook veel takt en schakelend vermogen. De merrie wordt vandaag opgenomen in het stamboek. Voor een hogere waardering zouden stap- en beenstanden correcter moeten. The result of number 4. 4-year-old volboek mare. She is a mare with a good breed expression. She has a very noble head, long manes and a good shape of the neck. The conformation is could be more long-lined and a stronger top line. Also, the direction of the body could be more uphill. The stance of the right front leg is a bit towing in. The quality of the legs is good. In walk, she could be more regular. In trot, she does it very well. She has a very strong hind leg with a lot of bending in the hocks, a lot of balance and a lot of suppleness. This mare is taken in the stud book without a premium. For stud decoration, the walk and the leg stances have to be better. The height at Widders was 158. De stokmaat van nummer 4 was 158.
Dan hierbij de uitslag van catalogus nummer 6. De eerste driejarige Veulenboek Merrie vandaag. Heeft een stokmaat van 1,59 meter. Een merrie met een hele fraaie voorhand. Een edel hoofd. Een voldoende behang. Mooie halsvorm. Merrie die ook voldoende lang gelijnd is. Een goede schoft schouderpartij heeft. Een goede kruislegging heeft. En evenredig gebouwd is. Merrie beschikt over royale hoeven en correcte beenstanden. Voldoende droog. Ja, in beweging mocht ze toch meer overtuigen. In de stap toont ze voldoende tact, maar weinig lichaamsgebruik. Ze mag het voorbeen verder naar voren zetten. Achterbeen mag ook meer aansluiten bij het voorbeen. In draf toont de merrie een hoog ritme, veel knieactie. En ze blijft een beetje op de voorhand draven, wel voldoende balans. Merrie die wordt vandaag opgenomen in het stamboek met een derde premie. Voor sterverklaring zou de beweging overtuigender moeten zijn. The result of number 6 is the first 3-year-old foal book mare. Her height at widdows is 159. It's a mare with a good breed expression, a noble head and a good shape of the neck. Mare, the conformation has a good position of the shoulder, well-developed widdows. She is built in proportion and her position of the croup is very well. The leg work, she has good hooves and correct leg stances. In the movement, she could present herself better because the walk was short and could have more use of the body. In trot, she shows a high rhythm and she could place her hind leg more underneath the body. This is a mare with a very good exterior and because of that, she is accepted in the stud book with a third premium.
Dan hier bij de uitslag van catalogus nummer 7. Een robuuste langgelijnde merrie met ruim voldoende rasuitstraling. Merrie die een goede romprichting heeft, iets naar voren is gebouwd. Merrie die wat beenwerk betreft voldoende kwaliteit heeft. Achterbeen is iets sabelbenig. De stap is ruim en takmatig. Zou daarbij nog iets meer activiteit mogen tonen. In draf de merrie heel mooi opwaarts, schoft omhoog. Veel balans en veel ruimte. Deze merrie wordt vandaag opgenomen in het stamboek en sterverklaard met een tweede premie. Oh ja, oh, dat kan. Oh, dat hoeft niet. Then the result in English. Number 7. It's a mare with sufficient breed expression. It's a long-lined mare with a good direction of the body. The quality of the legs is sufficient. The walk is roomy and regular. In trot, she shows a good uphill direction of her body and good length of strides. This mare is accepted in the stud book and declared star with a second premium. Thank you.
Dan hierbij de toelichting voor Ctalagus nummer 10. Een hoogbenige merrie met een sterke bovenlijn. Zou misschien nog iets meer lengte in de hals mogen hebben. Wat rasuitstraling betreft. Iets naar voren gebouwd. Het beenwerk, het achterbeen is toch redelijk sabelbenig. Merrie die stapt ruim en takmatig. En draaft met veel go, goed achterbeengebruik. Heeft soms nog wat moeite om de balans te vinden, maar als ze goed draaft, als ze in balans is, dan draaft ze mooi opwaarts. Deze merrie wordt opgenomen in het stamboek en sterverklaard met een tweede premie. De stokmaat van deze merrie was 1,66 meter. The result of number 10. It's a mare with sufficient breed expression. It's a long-lined mare, high-legged mare, with a good top line. The hind leg is very sickle-hocked. The walk was regular and the length of strides, good length of strides. In trot, she showed an upward position of her body and a good use of her hind leg. She is accepted in the stud book and declared star with a second premium. And her height at Widdes was 1.66.
Dan hierbij de uitslag van catalogus nummer 11. Mary is 1,65 meter. Mary die voldoende expressie heeft. Mary die het hoofd is voldoende edel. De hals is een beetje aan de zware kant. Ook de hoofd-halsverbinding zou wat lichter mogen. Het is een Mary met een hele sterke bovenlijn. Die misschien iets opwaarts gebouwd mag zijn. Mary die droog beenwerk heeft. De hoeven zouden wat royaler mogen. De stap is voldoende takmatig en ruim. Zouden bij iets meer ruggebruik mogen tonen. In draf vertrekt de Mary goed. Opwaarts. Voldoende krachtig achterbeen. Deze Mary wordt opgenomen in het stamboek. En ster verklaard met een tweede premie. De stokmaat was 1,65 meter. Then the result of number 11 in English. The height that wins is 165. It's a mare with a heavy head-to-neck connection. And the neck is also a bit heavy. The head has enough expression. The conformation, the top line is strong. She has a good shoulder. She had a good position of the croup. She could be more uphill. The quality of the legs is good. The walk was regular. She could use her back more in the walk. In trot, she shows uphill posture of her body and a good use of her hind leg. She is accepted in the stud book and declared star with a second premium. Thank you.
Super. Dan hierbij de uitslag van catalogus nummer 12. Mary met een hele fraaie hals. Een hele mooie halsvorm, veel lengte in de hals. Hoofd zou wat meer expressie mogen hebben. Ja, in de bouw is de Mary erg driedelig. We willen echt, met name al op driejarige leeftijd, de bovenlijn sterker zien. Sterker in de verbindingen. Het beenwerk is voldoende droog en voldoende correct gesteld. Mary die... in stap zou ze meer ritme en regelmaat mogen tonen. De draf daarentegen toont de Mary veel ruimte, veel souplesse en ook een heel mooi gebruik van het voorbeen. Helaas kunnen we vandaag deze Mary niet opnemen vanwege de bouw en de stap. The result of number 12. A mare with a very nice neck, very nice shape of the neck and a good length of the neck. The confirmation, she is has a bit three-part build, and this is not what we like in relation to sustainability of a horse, especially when because this horse is only 3 years old, so she must have a stronger top line. The quality of the legs is good. In walk, she lacks regularity. The trot was good with suppleness and a good use of the foreleg. Because of the conformation and the quality of the walk, this mare cannot be taken into the studbook today. The height at Widders was 163. De stokmaat was 163.
Dan hierbij de uitslag van catalogus nummer 13. Een kapitale merrie, lang gelijnd met een sterke bovenlijn. Een lange verticale hals. Merrie die beschikt over droog beenwerk. De hoeven zouden wel wat royaler mogen. De stap is takmatig en heeft voldoende lichaamsgebruik. In draf stijgt deze merrie boven zichzelf uit. Merrie die echt veel afdruk laat zien. Ontzettend veel souplesse. Mooi op eigen been loopt. Ook in de wendingen souplesse blijft houden. Veel buiging in het achterbeen. En het voorbeen kan daarbij ook heel mooi weggezet worden naar voren. Deze merrie die kreeg dan ook een 9 op de draf. Deze merrie wordt vandaag opgenomen in het stamboek. En sterverklaard met een eerste premie. The result of number 13. It's a long-lined mare. With a good breed expression, a good vertical shape of the neck. She has a strong top line and a good direction of the body. She has long lines. The quality of the legs is good. The hooves could be taller. The walk is regular. She shows a very good trot. She got a 9 for the trot because she shows a lot of suppleness, a good use of the hind leg, a lot of balance. And this mare is accepted in the stud book and declared star with the first premium. The high that with us was 163. De stokmaat van nummer 13 was 1,63.
Dan hierbij de uitslag van catalogus nummer 14. Een merrie met een stokmaat van 1,66 meter. Merrie heeft een voldoende sprekend hoofd. De hals die kan verticaal gesteld zijn en die komt ook erg diep uit de borst. De merrie is lang gelijnd, heeft een goede bovenlijn, zou iets opwaartse gebouwd mogen zijn. Wat beenwerk betreft is het achterbeen sabelbenig, ook de hoeven zouden royalen mogen. De stap sluit voldoende aan, zou iets meer activiteit mogen tonen. De draf is ruim en heeft voldoende takt, maar merrie blijft een beetje op de voorhand draven, zou meer gedragenheid mogen tonen. De merrie wordt vandaag opgenomen in het stamboek met een derde premie. The result of number 14. It's a mare with sufficient breed expression. She has long manes and a noble head, but the direction of the neck could be more vertical. The neck also emerges deep from the chest. She is long lined. She has a good top line. The legwork, the hooves could be taller, and the hind leg is sickle hocked. The walk was sufficient. In trot, she shows a good length of strides, but she lacks a bit carrying capacity. She is accepted in the stud book with a third premium. The height at Widders was 166.
dan de uitslag van catalogus nummer 15. Een grootramige merrie, lang gelijnd, modern, die misschien nog iets meer jeugduitstraling zou mogen hebben. Merrie heeft een voldoende sterke bovenlijn, zou nog iets opwaartse gebouwd mogen zijn. Achterbeen is een fractie gehoekt, de merrie beschikt over royale hoeven. Helaas kwam de stap vandaag niet helemaal uit de verf. Merrie, ja, die was ook wel redelijk gespannen, maar we hebben haar de tijd gegeven. Maar ook dan ja, is het toch moeite om in het juiste ritme te komen. De draf die toont veel takt, met voldoende buiging in het achterbeen. Voldoende balans, zou nog iets meer door mogen treden met het achterbeen. Deze merrie wordt vandaag opgenomen in het stamboek met een derde premie. De stap is helaas beperkend vandaag. The result of number 15. It's a long-lined modern built mare with good breed expression. She has good hooves and a good quality of the legs. The walk was not regular today. In trot she shows a good regularity and a good length of strides. She is accepted in the studbook with a third premium today. And the height at Widdes was 169. De stokmaat was 169.
catalogus nummer 16, de uitslag. Mary van 1,64 meter. Mary met een edel hoofd, met ook een mooi oog erin. De hals die zou wat lichter mogen. Mary die... de bovenlijn is voldoende. Het kruis zou wat minder hellend mogen zijn. Ook zou de Mary iets opwaartse gebouwd mogen zijn. Mary heeft voldoende kwaliteit beenwerk. Achterbeen is een fractie sabelbenig. Mary die waardeert zich enorm op in beweging. Die stapt heel fijn door het lichaam. Met een goede takt en veel ruimte. Ook in draf toont de Mary veel makkelijkheid. Goed achterbeengebruik, souplesse, kan schakelen. De beweging die waardeert deze Mary wat het exterieur betreft op. En dat maakt dat ze vandaag ster wordt verklaard met een tweede premie. The result of number 16. Height at width is 164. It's a mare with a nice head. The neck could be lighter. In the conformation she could have a more uphill direction of the body. Also the position of the croup could be less sloping. The hind leg is a bit sickle hocked. The quality is sufficient. This mare has very good movements. The walk was had a good length of strides. She uses her back properly in the walk. And it's a 4-beat gait, so very good walk. Also in trot, she shows a good hind use of the hind leg, a lot of suppleness. And the movement means that she is taken into the stockbook today and declared star with a second premium. Her height at Widders was 164. Thank you.
Dan hierbij de uitslag van catalogus nummer 18. Mary met een vriendelijke uitstraling die iets meer lengte in de nek zou mogen hebben en ook in de hals meer lengte mag tonen. Mary die heeft een voldoende bovenlijn, maar zou wat opwaartse gebouwd mogen zijn. Het achterbeen is een fractie gehoekt, het beenwerk is voldoende droog. Ja, de stap zou de Mary meer activiteit en meer regelmaat mogen laten zien. De draf, Mary draaft in een hoog ritme, zou meer zweefmoment mogen laten zien, wel voldoende buiging in het achterbeen. Deze Mary wordt vandaag opgenomen in het stamboek. Result of number 18. The mare has sufficient breed expression. The neck and the pole could be a bit longer. The conformation is more than sufficient. With a good top line, the direction of the body could be a bit more uphill. Good quality of the legs. The walk could show more rhythm. In trot, she shows she can have more moment of suspension. The hind leg, enough bending in the hind leg. This mare is accepted in the stud book today without a premium. And her height at Widders was 163. De stokmaat van catalogus nummer 18 was 1,63.
Good job. Hierbij de uitslag van catalogus nummer 19. Een merrie met een heel vriendelijk hoofd. Een merrie die in bouw iets meer moderne opdruk zou mogen hebben. Iets opwaarts gebouwd zou mogen zijn. Ook in de bovenlijn kan ze wat sterker. Het kruis zou wat minder hellend mogen. Beenwerk is droog. Merrie heeft royale hoeven. Merrie in beweging waardeert deze merrie zich op. In stap sluit ze mooi aan, ze laat de hals mooi vallen en stapt mooi door het lichaam. In draf, met name toen ze wat in een wat rustiger tempo werd voorgesteld, zag je dat ze goed in het ritme kwam, veel souplesse toonde en goed zweefmoment. De beweging waardeert deze merrie op en maakt dat deze merrie vandaag ster wordt verklaard met een tweede premie. Result of number 19. Mare with sufficient breed expression. She has a noble head and good shape of the neck. The conformation could be better. It's a bit a classical type of horse. She could have longer lines, stronger connections, and the croup could be less sloping. She has dry legs. The walk was very well. Regular and good use of her body, and this also is for the trot. Good use of her hind leg, a lot of suppleness. So she is declared star with a second premium today because of her good movements. The height at Widders of number 19 was 162. De stokmaat van 19 was 1,62 meter.
Dan hierbij de uitslag van catalogus nummer 20 met een stokmaat van 1,64 meter. Merrie met veel rassenstraling, veel behang, edel hoofd. Merrie die in de bouw met name opvalt door een strakke bovenlijn. Het is een hoogbenige merrie, lang gelijnd. Maar ook het kruis zou minder hellend mogen. De merrie beschikt over royale hoeven en droog beenwerk. Het achterbeen is wat sabelbenig. Ja, en die strakke bovenlijn zien we toch weer terug in de beweging. Daar mist de merrie toch de losgelatenheid en het ruggebruik. In stap zou ze met meer overtuiging mogen stappen. En ook in draf zouden we graag zien dat ze meer ruggebruik, meer gedragenheid zou tonen. Deze merrie wordt vandaag opgenomen in het stamboek. The result of number 20, the height at Widders is 164. It's a mare with more than sufficient breed expression. She has long legs, she has a good direction of the body, but she has a very strong upper line. She has a very well-developed withers. The leg work is dry and the hooves are good, but the hind leg is sickle-hocked. In the movement, she could use her back better. She stays very tight in the top line, and you see that in the movement. This mare is accepted in the stud book, no premium.
stappen. Ja. Dan hierbij de uitslag van catalogus nummer 22. Een driejarige merrie met een stokmaat van 1,62 meter. Merrie met een bloedmooi hoofdje, veel behang, veel rasuitstraling. Merrie met een sierlijke beleiding, die een goede romprichting heeft. Kruisen wat minder hellend mogen. Bovenlijn is voldoende aangesloten. Wat beenwerk betreft, in zijaanzicht correcte beenstanden. In vooraanzicht zou de merrie wat correcter mogen in beenstand. Beetje toontredend. Merrie die kan echt overtuigende stappen. Het voorbeen is vaak snel weg, dus ik kan beter aansluiten. In draf toont ze veel souplesse, veel ruimte. Deze merrie krijgt vandaag een derde premie en wordt opgenomen. Voor sterverklaring zou de stap overtuigender moeten zijn. Result of number 22. Height at Widders is 162. It's a mare with a very good breed expression. Noble head, long manes, a good length of the neck. Mare with a good conformation. She could be more correct in the stances of the foreleg. It's a bit towing in. In the walk she could show more regularity. The trot is very well with a lot of suppleness. This mare is taken into the stud book with a third premium. For start decoration the walk must be better. And also the stance of the foreleg. The height at Widders was 162.
Hierbij de uitslag van catalogus nummer 24. Merrie die 1,63 meter meet. Merrie die nog jeugd uitstraalt. Merrie die over het algemeen iets arm bespierd is. Voldoende rasuitstraling heeft. Merrie is hoogbenig. Heeft een voldoende sterke bovenlijn, maar zou wat opwaarts gebouwd mogen zijn. Het beenwerk is droog. Achterbeen is lang en ook een fractie sabelbenig. Merrie waardeert zich op in beweging. Stapt met voldoende ruimte en takt. En in draf toont ze een hele goede techniek van draven. Met goede buiging in het achterbeen. Deze Merrie wordt vandaag vanwege de beweging sterverklaard met een tweede premie. The result of number 24. A mare of met the height at widths of 163. A mare with more than sufficient breed expression. She is a youthful mare. The conformation could be a bit better. The direction of the body could be more uphill. The quality of the legs is good. The hind leg is long and sickle hocked. She shows good movements. The walk was regular. And in trot, she showed a good technique. Because of the movement, she is accepted in the stud book and declared star with a second premium. Her height at widths, I already told you, height at widths.
Dan hierbij de uitslag van catalogus nummer 25. Hele aansprekende merrie, die evenredig gebouwd is, goede romprichting heeft, goede bovenlijn heeft. Merrie die beschikt over hard beenwerk. Merrie die vlijtig stapt, makkelijk, goed in het ritme. En ook heel netjes op eigen benen draaft met een snel achterbeen en ook een goede techniek. Complete merrie. Deze merrie wordt vandaag opgenomen in het stamboek en sterverklaard met een eerste premie. De stokmaat was 1,64 meter. Result of number 25. It's a very nice horse to see. A good breed expression. She has a proportionate build. Good top line, good direction of the body, good quality of the legs. The walk has a good rhythm. And also in trot, she shows a good technique. She is accepted in the stud book and declared star with a first premium. The height at Widders was 164.
Ja, en een hele mooie afsluiter van de rubriek driejarigen. Catalogus nummer 26 met een stokmaat van 1,64. Een hele moderne, jeugdige merrie. Met veel rasuitstraling, vooral een hele fraaie halsvorm. Merrie die heel lang gelijnd is, evenredig gebouwd is. Goed in de verhoudingen, goede romprichting. Merrie die beschikt over een lang voorbeen, correct gesteld beenwerk. De stap is ruim en takmatig en door het lichaam gestapt zou misschien nog iets resoluter mogen. In draf toont de merrie veel vermogen, veel balans en souplesse. Deze merrie wordt vandaag opgenomen in het stamboek en sterverklaard met een eerste premie. Result of number 26. It's a 3-year-old mare with a height of withers of 164. It's a very nice mare to see. She has a good breed expression, especially the shape of the neck. She has a very good conformation, high legs, good top line, good direction of the body. The leg work is good and the stances of the legs are good. In walk, she has a good length of strides and also a good use of her body. In trot, she shows a lot of power and suppleness. This mare is accepted in the stud book and declared star with a first premium. Ja, beste mensen, we gaan verder met de laatste rubriek, de tweede en ook de laatste rubriek van vandaag. Een vijftal stamboekmerries die voor graadverhoging komen. En we beginnen met catalogus nummer 27. We continue with the studboekmares for star decoration. We have 5 mares to judge and we start with number 27.
dan hierbij de uitslag van de eerste stamboekmerrie. Nummer 27, een 10-jarige merrie. Merrie met een imposante voorhand. Heel mooi hoofdje zit erop. Een goede verticaal gestelde hals. Die iets aan de zware kant is. Merrie is in een goede conditie. Zou sterker in de bovenlijn mogen. Ook zou het merrie iets opwaarts gebouwd mogen zijn. De merrie heeft voldoende kwaliteit beenwerk. Stapt goed door het lichaam en sluit voldoende aan. In draf, dan blijft ze wat op de voorhand en toont ze weinig zweefmoment en ook een hoger ritme. Zou ze meer lichaamsgebruik moeten tonen. De merrie krijgt vandaag een derde premie. Voor sterverklaring zou ze toch sterker in de bovenlijn moeten zijn en zou de draf overtuigender moeten zijn. Merrie heeft op zich wel een ABFP-test met stap een 7 en draf 6,5. Maar dat maakt dan ook dat ze de derde premie verdient vandaag. Number 27, a 10-year-old studbookmare. Height and width is 163. A mare with a good breed expression. A very nice head. In the confirmations you could have a stronger top line. The quality of the legs is good. The walk had a good length of strides. And good use of her body. In trot she shows a high rhythm. She deserves a third premium today. And the height and width was 163.
Dan hierbij de uitslag van catalogus nummer 28, een 7-jarige stamboekmerrie. Merrie heeft onlangs een IBOP gedaan met daarop een 7,5 voor de stap en een 7 op de draf. Merrie met een hele mooie voorhand, goede halsvorm. Merrie die ook lang gelijnd is, misschien iets gerekt, iets te veel lengte in de rug. Merrie heeft voldoende kwaliteit beenwerk, ook voldoende correct gesteld. Voor mijn stand iets Frans. Merrie stapt met voldoende lichaamsgebruik, voldoende ruimte, goed aangesloten. Ook in draf toont de Merrie voldoende opwaartse lichaamshouding en voldoende sterk achterbeengebruik. Deze Merrie promoveert vandaag naar Ster Merrie met een tweede premie. Weer Engels. Result of number 28. It's a 7-year-old studbook mare. She has a height at widths of 162. She has done an IBOP last week with a 7.5 on walk and a 7 on trot. She has a good breed expression and she is well built. The back is a bit long. She has a good quality and stances of the legs. The walk and the trot were good and she is declared star today with a 2nd premium. Thank you.
Hierbij de uitslag van catalogus nummer 29. Een 6-jarige merrie met een stokmaat van 1,61 meter. Merrie met ruim voldoende rasuitstraling, veel behang, mooie lichte hoofd-halsverbinding, edelhoofd. De hals is voldoende lang, zou iets verticaler gesteld mogen zijn. Merrie beschikt over een goede bovenlijn, is evenredig gebouwd. Merrie heeft correct beenwerk. Merrie stapt voldoende door het lichaam, zou daarbij nog iets meer spronggebruik mogen tonen. Ja, in draf moest ze even in het ritme komen en toen ze in het ritme was, toonde ze voldoende techniek. We hebben even wel moeten discussiëren, maar we maken deze merrie vandaag ster met een tweede premie. The result of number 29. It's a 6-year-old studbook mare with a height of withers of 161. A mare with a good breed expression. She has a noble head and a long neck. A light head to neck connection. She has a good conformation with a good top line. The leg work has good quality. The walk has a good length of strides and is regular. In trot, yeah, she could have more use of more suppleness, but she shows more than sufficient technique. She gets a second premium today and is declared star.
5 euro kijken, hè? Meneer, 5 euro. Dan het een en laatste paard van vandaag, catalogus nummer 30, een 5-jarige stamboekmerrie. Merrie die veel rasuitstraling heeft, mooie voorhand heeft, evenredig gebouwd is, voldoende sterk bovenlijn heeft. Ja, het kruis zou misschien wat minder hellend mogen. Beenwerk heeft voldoende kwaliteit, voorbeenstand iets Frans. De merrie stapt actief, vlijtig en goed door het lichaam. In draf toont ze voldoende sterk gebruik van het achterbeen. Deze merrie wordt vandaag sterverklaard met een tweede premie. De stokmaat was 1,65 meter. Result of number 30. It's a 6-year-old studbook mare with a height of withers, at withers of 165. She has a good breed expression, proportionate build, good legwork. The walk was regular and good suppleness. And in trot she showed a good technique. She is declared star today with a second premium.
Tja, praten maar. Dan de uitslag van de laatste stamboekmerrie. Een vierjarige met een stokmaat van 1,62 meter, catalogus nummer 31. Een merrie met heel veel rasuitstraling, edel hoofd, mooie halsvorm, veel behang. Merrie die ook correct gebouwd is. Bovenlijn zou iets sterker mogen. Beenwerk is van voldoende kwaliteit. Ja, in stap zou de merrie meer mogen overtuigen, meer ritme mogen tonen. En in draf zou de merrie een krachtiger achterbeen gebruik mogen laten zien. Brengt onvoldoende onder in draf. Dus qua merrie een heel mooi exterieur. Op basis van het exterieur krijgt de merrie een derde premie. Voor sterverklaring moeten de bewegingen overtuigender zijn. Ja. Ik weet niet waar ik was, maar de merrie krijgt een derde premie vandaag. The result of number 31 in English. Height at Widdes is 162. It's a merrie with a very good breed expression. Also a good conformation. The top line could be stronger. Good quality of the legs. In walk, we would like to see more rhythm. And in trot, she could place her hind leg more underneath the body. She gets the third premium because of the good exterior.
we zijn met de presentatie van de drie eerste premiemerries aan het einde gekomen van deze locatiekeuring. De uitslag, zoals gezegd, houden we voor ons. En we hopen natuurlijk allemaal dat de centrale keuring door kan gaan en dat u daar allemaal bij bent. Onder plezierige weersomstandigheden gekeurd hier. We stonden mooi in de schaduw. Dank aan iedereen die bij heeft gedragen om deze keuring tot een succes te maken. Ook dank aan mijn collega's Manuel Gasseling en Jan Hellings. We wensen u nog een fijne dag en ik wijs u alvast op de volgende livestream. Dat is aanstaande dinsdag 8 juni. Dat zijn twee locatiekeuringen op één dag. Te beginnen bij Eppinga in Oudemiddem en 's middags bij Bosma in Kolmenswaag. We hopen u dan ook weer te zien. En voor nu een fijn weekend gewenst en tot de volgende keer. For the viewers from abroad, this was the end of the location inspection at location at the Merskens Stables. We had a nice day here with good results and we thank everyone for the cooperation, especially my colleague judges Manuel Gasseling and Jan Hellings. We have the next live stream is on Tuesday, the 8th of June, and it will be an inspection at location at Eppinga Stables in the morning and in the afternoon an inspection at location at Bosma Stables. And we hope to see you then. For now, wish you a good weekend and see you again. Thank you.